Goedenavond allemaal. Het is 7:30. We gaan beginnen, zou ik zeggen. Ik ben een plusmaatje. Ik ben dus vrijwilliger. Sinds 2013 vrijwilliger bij Fietsmaatjes. Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers die ons tijdens de Kunstweek helpen. En ik ben een van de vrijwilligers van Talion. Welkom bij de uitreiking van de Teylinger Trofee 2021. Een speciaal welkom aan alle vier de genomineerden voor 2021. Laat je even horen, Pallian. En de plusmaatjes in de buurt. De fietsmaatjes. Ja, wordt ook druk gezwaaid. En uiteraard de Kunstweek Warmond. Hey, ook aanwezig is natuurlijk onze wethouder Arno van Kempen. Ja, dankjewel Edith. Altijd weer een van de mooiste momenten van het jaar, namelijk het uitreiken van de prijs die gekoppeld is aan die vrijwilligers die weer iets bijzonders hebben gepresteerd. Omdat Teylingen juist in een periode als corona bewijst wat we waard zijn met elkaar door jullie toedoen en dat waarderen wij enorm. Ik doe het met heel veel liefde en heel veel plezier. Ga ik mijn gasten één keer in de week of twee keer in de week zelfs ophalen. En ik ben een soort mini hulpverlener die jongeren dus helpt met zijn problemen. Daarnaast inspireren wij mensen door in 10 jaar zo'n 15.000 mensen hier te inspireren. De omarmband die daagt tot creatief lief zijn. De omarmband omarmt mensen. Waar in Teylingen is onze wethouder? Ik ben inmiddels redelijk dicht in de buurt van de winnaars aangekomen. Dus ik ben er helemaal klaar voor, Edith. Ik ben benieuwd. Er gaat aangebeld worden. We zien nog steeds de stenen. Oh, we zien een fiets. We zien een huis. De deurbel. Ik hoor hem ook. Ik zie mensen ook opstaan. Oh, kijk! Daar zijn ze! De winnaars van vanavond! Ik wou niet naar binnen komen. Fietspaardjes. Oh, dit is wel één leven. Laat ik in ieder geval eerst de trofee uitreiken die bij de prijs hoort. Ga ik in ieder geval even uitreiken. Ik weet niet of die goed in beeld is zo. Hou hem goed vast. Hij is prachtig. Dat is de trofee. Hier heb ik dan de check die ik net niet kon laten zien, maar nu wel. De check van 1000 euro. En nu ben ik heel erg benieuwd naar jullie eerste reactie. Nou ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik het opdraag aan alle vrijwilligers van Fietsmaatjes. Want zonder vrijwilligers komen wij nergens. Maar ook het vertrouwen van de gasten. Die het vertrouwen hebben dat Fietsmaatjes goed georganiseerd is en dat ze veilig zijn bij ons. En dat ze met name plezier mogen hebben. Ja, en ik vind het zo ontroerend om te zien wat het voor mensen betekent. Daar hebben we heel veel verhalen van en er zijn ook heel veel verhalen van opgetekend. Ja, dit is wat verbinding is. Ja. 10 jaar geleden dacht ik van ik wil verbinding maken en dat dit het resultaat is. Ja, ja, ja. Ongelooflijk, ja. En nogmaals, van harte gefeliciteerd en ja. Met heel veel plezier gedaan. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.